ik ben Hanneke, verpleegkundige op Nijenveld 7 en persoonlijk begeleider. Ik neem jullie graag mee op reis door Nijenveld 7. Dus als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor de zorg van de cliënten, het schrijven van het behandelplan en het uitvoeren en het nakomen van de afspraken die we maken. Daarnaast heb je natuurlijk de alledaagse handelingen die je doet. Wij hebben deze tovertafel omdat we zo cliënten in beweging willen brengen. Ze kunnen dus op een makkelijke manier, op een hele laagdrempelige manier in beweging komen. Zin om een potje mee te ballen? Dit is een robotkat. Wij werken hier met cliënten die ouder worden zijn, die richting dementie gaan. Die levensfasen zijn heel mooi om mee te maken dat mensen weer steeds naar iets kleiners, van iets moois kunnen gaan genieten. En net zoals van deze kat, dat mensen gezien ineens worden gewoon veel rustiger als de kat op schoot ligt. Omdat het hun refereert aan een kat die ze misschien al vroeger hebben gehad. We zijn nu op de gang waar alle kamers van de cliënten zitten. We hebben zowel aan deze kant kamers, maar we hebben ook aan de andere kant. We hebben totaal 18 cliënten hier wonen. Dit zijn voelborden, zodat ze kunnen ervaren van hey, wat is hard, wat is zacht. Ja, dit kan heel fascinerend zijn voor cliënten om dus verschillende kleurtjes te zien draaien en rond te komen. Iedere dag is echt verschillend. Bijna iedere 5 minuten van de dag is anders. Je kunt nooit zeggen hoe je dag verloopt. Maar als je naar huis gaat en je hebt een veel leuke, gezellige cliënten om je heen gehad en iedereen zit redelijk goed in zijn vel, dan denk ik dat je een mooie dag hebt gehad.